Carnaval in Nijmegen begint traditioneel met het Hofbal. Een gala waar ondernemer Nijmegen in grote getale op afkomt. Vrijdagavond zullen ruim 1000 dames in het lang en heren in smoking aanwezig zijn bij het galafeest, waar optredens van verschillende Nederlandse artiesten zullen plaatsvinden. 'S Middags werden de repetities gehouden in de grote zaal van de vereniging, waar de laatste hand werd gelegd aan de inrichting.